Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Glowguard Shining Cage Lore met Sander van Gaming SB. Ja, een original, hè? Original content. Zeker original content. The recovery room. Of de Defiance Room. Ik heb mijn eigen recovery. Booming. Oh, spannend. Aan mij te verrekken. Oeh, hier heb je maar één keus. Dat was heel goed. Ja, en ik weet welke keus dat is. Is dat de one hit KO? Yup. Nee, rot op. Yup. Sander wordt one hit KO'd. Doe dat. Doe dat. Sander wordt one hit KO'd. Oh, doe dat. Maar dat heeft iets. Dan moet je toch. Dat kan toch niet als je hoger level bent? Dat klopt. Dat klopt. Dan ben ik gewoon safe. Misschien is je level 40. Oh. Oh, gaat die healen? Ja, oh ja, het is de recovery room, Sander. Jongen. Ik wist het. Kan ik nog terug trouwens, als het de one hit KO room is? Ja, fucking fuckers. Nee. Kan ik echt niet terug? Maar dan moet je nog een battle doen. Maar bro, ik wil echt niet de recovery. Ja. Nee, misschien moet ik gewoon fuck it. Al Pokémon gaan dood. Dit is wel eng. En ik heb ook geen zin. Oké. Nee, bij ja, een dat kan wel. Krijg ik een punt. Bij een vibe krijg ik een punt. Wat ga je allemaal doen? Nee. Wacht maar. Bij we gaan doen wat we al jaren eerder gedaan hadden moeten hebben. Ik wil move. Nu hebben we Deathfather. Nou had ik daar Spinda eventueel ook al voor kunnen gebruiken. Maar ja, weet je. Bij een vibe krijg ik een punt. Vibe krijg ik een punt. Bij een vibe krijg ik een punt. Vibe krijg ik een de one hit KO krijg ik een telt punt. Niet. Nee. Een one hit KO move telt niet als je hoger level bent. Oh, ik wou net zeggen. Dat werkt niet, bedoel ik. Dat is toch zo? Ja, dat is zo. Of toch niet? Nee, ik zie je nou gewoon te kutten. Ja. Kering. En anders is het alsnog 70% kans. Dat dit is de aflevering dat Davina Michel onze special guest is. Ah, wacht, moet ik nog even wachten. Ja, het is goed. Wie is het? Sengus. Oké, maar... Fisher! Oh. Hij gaat nooit raken. Dat is mooi. No! Was ik eerst? Dan weet je niet wat hij deed in een item. Oké. Haha, loser boy! Oh wait, als ik hem nu met Sue ga killen. Oké, nee, dat is jammer. Maar ik ben nu wel... Dit is niet zo one hit KO als dat ik dacht. Dus ik denk dat ik dit wel kan overleven. Hij is nu paralyzed. Nu ben ik sowieso eerst. Ja. Kijk, zie, dit was gewoon een strat. Oh, supergoede strat. Supergoede strat. Ja. Ja. Heeft, weet je... Nu, die advertentie, die gaat weg. Weet je, ik ga eerlijk zijn, die advertentie van een paar afleveringen terug... Dat was niet netjes van me, weet je? Ik had hem gewoon nog nodig. Voor een keer. En dit is mooi. Zo is het mooi geweest. Oh ja, je hebt dat nog niet... Fuck! Nee, ik heb mijn intro-momentje verpest. No! Ik had een... Oké. Oh ja. Nou ja. Ja. Zoals je al begrijpt... Ik had hem...
geadverteerd. Ja, dat had ik door. Oh, dat had je door. Okay. Fuck. Zag je dat? Nee, dat zag ik niet. Ging in het verkeerde deurtje. Nee, ik ging de hele tijd zo. En toen ging die steeds om no. Oh. En ik denk, ah. Hoe vaak kan dat nou gebeuren? En toen gebeurde het 3 keer. En toen ik heb slow-mo mode. Ik ben je vader. Luke, no, I am your father. Zegt hij dan. Oh, ik kan mezelf Luke moeten noemen. Besef even, hè? Game Boy Luke heeft altijd de moment when. Wow. Luke, I am your father. Padapapadapam. Padapapadada. Je kunt zeggen wat je wil, maar ik heb voor deze gym 0 antwoorden. Als in typings. Had ik nu maar een Lucario gehad. Of een Hariyama. Ah, Truant, wat een loser boy. Ja, dat is waar. Hij heeft wel Truant. Zal ik even speeden? Een laag doen? Nu we op hetzelfde punt zijn. Wellicht. Ik heb niet geheeld, zie ik aan mijn PP. Dat maakt op zich qua HP niet uit, want qua HP was dat niet nodig. Maar, koffet. Hyper Potion, Norman, dat je zo wilt winnen. Oh, oké, dat is goed om te weten. Dankjewel. Kijk, nu is hij dom, want hij had dus Hyper Potion moeten doen. Op zijn Truant beurt. Want kijk, nu mist hij. Ja. 2 beurts. Want nu gaat hij hierna weer Truant, hè. Oh, dit is zo chill, hè. Ik ben zo slim. Nee, dat valt eigenlijk wel mee, maar... Laat me dat alsjeblieft denken, alsjeblieft. Ik zeg niks. Oh, dat werkt niet zo in deze game. Oké, goed om te weten. Magical Leaf, dat mist niet. Kut, hij deed counter. Hij leefde op 1 HP en hij deed counter. Ja, dat is heel... Wat een dievenzooi. Oh, die. Oké. Maar ik heb flying tegen hem. Hij is geen fighting, waarom denk ik dat? Wat kwam er in? Er kwam iemand in. Ik weet niet meer wat. Steel, dat is not very effective. Oké, dat is wel slim. Dat is wel slim. Exploding. Hij kan counter? Nee, Vigoroth kan counter. Oh. Ik denk niet dat hij counter kan. Oh, dan moet ik eigenlijk bij Vigoroth. Maar heeft Vigoroth niet ook Truant? Nee, alleen Slaking heeft Truant. Ik dacht dat de hele line Truant had. Nope. Oké, ik ben nu wel zover dat ik denk, hij gaat wel eentje keertje missen. Zie? Oh, kut. Dan moet je niet te hard roepen, als het niet waar is trouwens. Die volgende heeft counter. Oké, dat is goed om te weten. Hij maakt me alleen maar sterk. Ik ga even heel veel cent attacking doen hoor. Kijk, sessie doet toch niks. Oké, hij deed endure waarschijnlijk en daarna counter. Dat is heel slim. Of werkt Endure alleen voor dezelfde turn? Dat durf ik niet te zeggen. Ik ben niet echt een Endure gebruiker. Nee, ik ook niet. Maar ik weet dat Endure dat doet. Ik weet niet precies hoe het werkt. Wat de regels zijn en zo. Counter, but it failed. Oké, hij heeft nu counter gedaan. Dan gaat hij vast niet nog een keer counter doen. Oh, ik had wel moeten healen. Oh, dit was heel dom. Dit was heel dom. Flinched. Dat betekent wel dat ik eerst ben. Wil ik die risk taken, though? Ja, ik ga die risk wel taken. Endure! Dit is heel kut. Dit is heel kut. Niks. Oh, hij leeft op 1 HP, net als bij mij. Ja, want hij deed Endure. Oh.
Vandaar dat hij net bij mij op 1 HP leefde waarschijnlijk. Dat denk ik wel. Nee, dat kan niet, want dat account. Ja, dan en deur werkt waarschijnlijk wel echt specifiek voor die turn. Lijkt me. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe Endure en zo werkt, joh. Clefable. Oké. Oh, Clefable. Dan werkt Poison Type ook goed, want die is in deze game denk ik wel... Ja, hij is Fairy, alleen ik heb geen Poison Type. Oké, dat is goed om te weten. Truant, oké. Dan moet ik nu Sand Attack, want als hij nu... Sandering Attack? Oké, elke keer als hij mag attacken, moet ik Sand Attacken. Dat die counter failed. Dat is wel slim. Dat is wel slim strat. Slimming strat. Metronoom, uh-oh. Dat is heel naar. Boomburst! Dat is heel naar. Counter, failed. Oké. Slacking is qua stats echt gigantisch goed, maar het is zo makkelijk om omheen te spelen. Mm-hmm. Chip away, oké. Dat mag. Oh, ik heb ook steel type trouwens voor Clefable. Maar ik heb ook poison. Maar ik heb ook steel. Timmy is level 40. Porygon Z. Ja, ik denk dat ik dit gewoon moet ace even met deze guy. Downloading. Je downloadt toch geen special attack, denk ik dan. Maar hij deed het toch. Hoe durft hij? Oké, maar deze guy kan sowieso geen counter. Hij kan wel speedrozen. Nou, mijn champ kwijtgeraakt, maar dat is te overleven. Oeh, Signal Beam. Oké. Nog 2 te gaan volgens mij. Clefable. Blijf ik in. Explode. Nice. Oh, nog 1 te gaan. Iron Head. En hij is neer. Nice. Yo, dan ben ik niet eens zo heel veel later dan jou. Klaar met de gym. Terwijl ik begon toch iets later. Nou goed, jij bent natuurlijk ook gewoon langs aan te wachten. You've come this far. Ja, vuile bitta. Leave Britney alone. Leave mij alone, zou ik zeggen. Is de level... Hij zegt net dat de level cap 60 is, trouwens. Nee, grapje. Ja, nee, dat is niet de level cap. Oh, niet? Oh, ik dacht het van wel. Level cap is 44 voor de 6e gym. Oké. I don't care about this man, please. Jawel, want je krijgt surf. Oh, oké. I care about this man, please, give me surf. Ik wil nog meer gepraat. Met hem. Ja, oh, dankjewel. Oh. Bedankt voor het geven. Ik ben je super dankbaar. Ik zal je voor eeuwig van je houden en zo. HM03. Nu mag ze je wel weer houden. Echt, ik heb toch surf gehad. Kom op. Oh, they grow up so fast. Gaat alles goed? Ja, dat is wat hun zeggen. Oh. Oh, waarom doen ze nu niet aan? Nee. Oh, dat is wel nice. Nee, want ik wil bij Duvert. Ja, en je hier ook, zeg maar. Ja. Dus dit vind ik niet zo heel erg nice. Ja, of we gaan later terug als we vlam hebben. Ik wil een water Pokémon. Ja, hier in de route hiernaast kun je zo'n water Pokémon vangen. En we moeten de volgende aflevering waarschijnlijk gaan soft resetten voor Latios en Latias. Ugh, geen zin in. Kijk mijn deathbox dan.
Wat een goede Pokémon waren dit. Oké, misschien Koffing heb ik niet zo heel veel gebruikt. Alhoewel, uiteindelijk... Ja, die was ook wel goed. Die heb ik natuurlijk in de cage... Oh nee, uiteindelijk kon ik dat niet. Want toen ging die dood voor de cage match. Het is tijd voor een cage... Wacht, even die pauze. Het is tijd voor een kagematsch. Ja, kagematsch, ja. Ik ga even 7 bij. Ik ga even 7. Oh ja, eerst even je box doen anders. Ja, dat deed jij de vorige keer toch ook? Ja, ja, nee, dat klopt. Ik ben gewoon aan het kut. Weet je hoe tand hoe lang ik op jou moet wachten, Sander? Nee, vertel het eens. Nou, ik denk dat dat gewoon... Ik denk dat dat meer is dan hoe lang de aarde bestaat. Zo lang. Oh, oké, dat is wel lang. Oh, jongens. Het wordt tijd dat jij een toontje lager gaat zingen. Tuurlijk. Dat kan best, hoor. Dat kan best. Niet mijn scherm checken, trouwens. Want dan zie je mijn strat. Heb je mijn scherm gecheckt? Nee, natuurlijk niet. Je hebt al lang weggeklikt, Sandrine. Ah, dat is goed. Even kijken, wie heb je allemaal? Alleen als dat zo is, dan ben ik fucked. Ik ga dit wel doen. Sorry dat je zo lang moest wachten. Allee? Dit is wel een bit high risk, high reward dingetje. Ik hoop dat het gewoon geen reward oplevert. Dat snap ik dat je dat zegt. Gaming is issuing! Oké, dat is redelijk gunstig. Die had je niet verwacht, hè? Wat? Die had je niet verwacht, hè? Die had je niet verwacht. Moet ik nog een spin maken? Ja. Ja, dat doe ik wel gewoon. Mis. Auw. On tempo, let's go. Wat een tyfus zooi. Ik vind het best vervelend voor je. Zeg maar, ik doe die strat en het werkt. En bij jou is het zo van... Nee. Ik denk dat ik alsnog kan winnen. Ja, ik denk het ook wel. Oké, nu moet ik eventjes heel goed nadenken over mijn volgende move. Oké, nee, dat doet minder damage. GG. Ja, ik denk beter dat je Dizzy Punch had kunnen doen. Er is nog één ding wat ik kan doen. Vergt een beetje geluk. Beetje. Wat een bullshit. Yes! Oké. Wat een bullshit. Dat zei ik, het vergt een beetje geluk. Oh. Een beetje is 30% kans dat je die hit. Nee, 60. Huh? Nee, hypnosis is 60 accuracy. Wakker worden. Alleen... Oh nee. Oké.
Het spijt me. Het spijt me dat ik op deze manier wil gaan nee, winnen. Nee, het was hartstikke slim. Het is hartstikke slim. Ik vind het alleen maar hartstikke goed dat je op deze manier wint. Want hier is gewoon over nagedacht. Soms moet je een beetje sneaky zijn. Kijk. Ik zat heel erg te twijfelen tussen Durant en Spinda. Mm-hmm. Ik denk... Spinda verwacht hij nooit. En ik denk... Kijk, ik had nog steeds in de veronderstelling dat jij Machamp had. Eerlijk gezegd. Ik denk, die gaat hij nooit inzetten. Want ik heb echt 20 water types. Flying types. Ja, nou, het was wel de bedoeling dat ik Machamp in zou zetten. Sowieso voor Durant. En omdat jij Spinda had. Maar ook omdat Altaria is een dragon type en mijn... Dat ding kon cross, kon dual chop, dat is een dragon type move. Ja. Dus ik had hem waarschijnlijk wel ingezet dan. Ja. Oh, oké. Oh, dus dan was ik wel dood geweest. Nou had ik wel ook Psybeam. Dus dan had ik je alsnog super effective kunnen raken. En dan had ik me natuurlijk meteen hypnosis gedaan in plaats van Dizzy Punch. We gaan nog wel eventjes... Ja, nog heel eventjes. Ik zag dat misschien we nog even een huntje zitten. Misschien dat we nog even een huntje kunnen doen. Ja, precies. Stardust, kijk. Oeh, ik heb geen Pokeball eens gekocht, bedenk me nu. Dus dat ga ik even doen. Ja, kijk, weet je, naar de vorige cage lock dacht ik... Ja, ik moet mezelf wel eigenlijk even een beetje bewijzen dat ik wel shit kan. Zeg maar, oké, het is misschien niet veel, maar... Gewoon even... Je staat 4-1 voor. Ja... Daarom, weet je, dus... Na de vorige gefaalde cage match. Heb ik toen überhaupt één cage match gewonnen? Volgens mij niet. Vast wel. Volgens mij wel, ja. Of we zijn toen vroeg gestopt omdat... Iemand waaide. Dit is natuurlijk heel kut. Ik kan niemand die surf kan. Helemaal niemand? Oh, wacht. Ik kan een beetje mee krijgen. Oh, surf. Nee. Wacht, misschien Masquerain. Kan het misschien? Dat denk ik wel. Ik kan even kijken. Dat is de enige kans die ik heb. Ik heb ook geen Wingull. Of heb ik wel een Wingull? Ik dacht altijd dat jij die alleen had, maar... Nee, jij kwam een Wingull tegen alleen toen kilde je hem. Nee, volgens mij had ik toen zelfs geen Pokeballs. Oh, dat was het. Jij had geen Pokémon. Wacht, ja. Masquerade... Oh, Masquerade kan geen surf, want die zit in mijn team. Oh, dit is dom. Kut. Ja, ik zat ook met de volle veronderstelling dat Masquerade niet in mijn team zat. Nee, dat is ook kut. Nee, ik ga geen water Pokémon, want daar kan je geen horde van krijgen. Oh... Dat meen je. Ja, ik ben bang dat we hier een storyline triggeren. Dat we eerst Latios Latias moeten gaan doen. Kunnen we dan niet... ik wil het in te slaan. Kunnen we dan niet iets... heb je nu de storyline getriggerd? Yeah. Ik wou net voorstellen om naar Duvert of zo te gaan. Oh nee, ik heb volgens mij de storyline nu al getriggerd. Ik dacht, misschien kunnen we offscreen die Latios of Latias... Dat kan ook. Oeh, nice Latias. Maar ik moet sowieso een water type hebben. Floaty zo. Nou nee, dit is wel gewoon makkelijk te vangen. Wat zeg ik? Klote zooi. Nee, dus. Oh, kan Magikarp überhaupt surf? Nee, hè? Magikarp kan geen... Magikarp niet, nee. Oh, maar dan ben ik softlock misschien wel.
Nee, want je kan Pelipper vangen daar. Als je Sweet Sand doet, kan je Pelipper daar tegenkomen. Oh, oké. Okay. Nee, didn't seem to be anything happening. Nee, je moet in het water zijn dan. Oh ja, dat is lastig. Maar je bent niet softlocked, want je kan gewoon een waterpokémon gaan vangen. Hè? Een Wingull of zo. Of met een. Je kan een Exploud of een Loudred. Die kunnen ook surf. En Linoon misschien ook wel. Ik weet niet of je die hebt. Ik heb een Zigzagoon. Maar die kan inderdaad wel surf. Nou, Zigzagoon misschien niet, maar Linoon wel. Daar had ik niet over nagedacht. Wat geef ik Spinda? Ik denk items. Surf kon niet leren, zag je dat? Nee, maar ja, dat is goed. Nee, even denken. Ik zeg wel items. Nee. Ja, doe maar items. Oké. Okay. Zullen we dan zometeen de aflevering beëindigen en dan ja, de volgende aflevering? Ja, dus ik ga even gauw dat ik ook kan soft resetten, denk ik. Dat wil je? Ja. Ik, ja, maar dat kan eventueel ook offscreen. Oh ja, ik denk dat wil je onscreen, maar dat is prima. Nee, dat is wel. Dus ik sluit maar aan. Ja, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios. Amigos.